ben je nu aan het doen? Het ontwerp aan het... Het stencil aan het maken, zodat we hem op haar been kunnen doen en dan kunnen we daar overheen gaan tatoeëren. Waar we eigenlijk precies. Ja, zoiets hier zo. Ja? Dat staat hier net onder die krul van het boekje zitten. Ja, maar ik dacht meer van, is niks te halen. Ja. Hier zo, toch? Net? Ja. Ja, goed zo. Ja, anders moet je het gewoon zeggen, hè? Nee, ik vind het wel mooi. Ja, moet je even zorgen dat je... Ga ik even mijn spulletjes opbouwen. Hey, maar Joanne, nu je toch even zo bezig bent, kan je jezelf eens even voorstellen? Ik ben Joanne. Ik heb op mijn 14e voor de kerst een tattoo-machine gekregen. Toen, daar vroeg ik om. Toen kreeg ik het. Het was altijd al een droom om zoiets te doen. Het leek erg onwerkelijk, maar ik sta hier nu toch, uiteindelijk. Ja, maar hoe kom je er nou eigenlijk bij dat je op je 14e denkt van, nou, ik wil voor mijn kerst wel eens een tattoo-machine. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Nee, dat is gek eigenlijk. Hè? Ja, nee, ik vond het altijd heel leuk om te tekenen. En ik was altijd heel erg gefascineerd bij tatoeages. Dus ik dacht, nou, dat wil ik zelf ook gaan doen. Ja. Ja. Dus nou ja, en dat doe je nu ook. En kijk, we zijn aan de Voltaweg. We zijn dus op Arnhemstein. Ja, klopt. En dat is natuurlijk niet helemaal voor niks. Want je bent een teller van de familie Bouwens. Ja. Van het verhuizen- en opslagbedrijf. Klopt. En die ken ik al wat langer. Ken je opa en oma ook een heel klein beetje. Ja. Maar je woont hier ook, hè? Ja, klopt. Ja. Ik woon nog bij mijn ouders hiernaast. Ja, dus waar, de ruimte eigenlijk die je gebruikt, dat is gewoon een deel van de bedrijfsruimte die jij hebt verbouwd tot studio. Ja, zeker. Ja, dat is een. Het is natuurlijk een beetje uit de loop, maar je kan hier goed parkeren, je kan hier goed komen. Ja, precies. En hoe lang ben je hier nu bezig? Nu een paar maandjes hier zo. Oké. Okay. 4 maandjes. Ja. En bevalt dat? Gaat dat goed? Ja, zeker. Ja, ik heb het erg naar mijn zin. Ja, maar je hebt ook al een website, zag ik. Ja, klopt. Maar jullie zijn ook vriendinnen? Ja. En het is natuurlijk, ja, als je bezig bent met tatoeëren, je moet natuurlijk een keer beginnen. Ja. Want je kan goed tekenen, maar op een gegeven moment op een lichaam is het heel anders, denk ik. Ja, is heel anders dan op de huid, ja. Maar jij zei op een gegeven moment van, was jij de allereerste die... Ja. Oké, okay, dus maar dat is, ja, dan moet je wel vertrouwen hebben dan in elkaar, ja, toch? Ja, natuurlijk. Ik ken haar al een paar jaar. Ik heb altijd al haar tekenkunsten gezien. En het moment dat zelf net hij begon te tatoeëren, toen begon ik al te zeggen, oh, ik moet echt een keer wat op mij doen. En toen hebben we het gedaan en ik vond het echt heel leuk. Toen hebben we er nog één gezet en nu nog een keer. Dus ja, ik heb alle vertrouwen in haar. Ja, dat is wel erin. Dat is helemaal goed gegaan. En heb jij ook specialiteiten? Want je bent natuurlijk, je bent net begonnen, dus, ja. Of net begonnen, een paar jaar. Maar de ene is bijvoorbeeld heel goed van de dikke tattoo-lijnen. De andere is van juist het hele fijne. Wat is jouw... bloemen voornamelijk. En ook het hele fijne is wel hetgene waar ik het meest gespecialiseerd in ben. Ja. Ja. Ja, dat is heel goed. Ja. Dan moet je maar eens een stukje gaan doen. Dan film ik een stukje. Doen. Ja, super. Dankjewel. Mijn eerste tattoo heb ik 5 uur lang naar een vissentank moeten staren. Dat was persoonlijk niet iets waar ik van genoot. Als je 5 uur lang pijn zit te lijden. Dus ik heb het hier zo ingericht dat ik het zelf prettig zou vinden om hier getatoeëerd te worden. Zo heb ik ook een tv. Mensen kunnen een serietje kijken. Ja, nu ligt zij. Dus dan hebben we muziek op staan. Ja. Ik zie wel veel roze, dus iets zeg maar, of is dat een vooroordeel dat je je wat meer richt op dames, of is dat... Over het algemeen heb ik tot nu toe meer mannen dan vrouwen hier gehad. Oké. Okay. Dat verbaast me ook heel erg. Maar je zei ook net, en je specialisatie is nu zeg maar bloemen, en dus jij wat dat betreft ontwikkel je, maar als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik wil een mooie letters van mijn favoriete voetbalclub of iets dergelijks, dan is dat geen enkel probleem. Nee, die zet ik er ook gewoon zo op. Ja, ja. En ben je een beetje betaalbaar ook? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk nu 2 jaar bezig, dus ik heb mijn prijzen zo laag mogelijk gehouden. Dus wat dat betreft, dat betreft zit dat wel goed. En nu ben je allemaal voorbereidingen aan het doen, dus je doet ze inkt en noem het allemaal maar op. Dus hebben we allemaal richtlijnen voor, geen idee. Nou ja, hygiëne is natuurlijk een... zeker. Belangrijke punten. Ja. En je zei dat je hebt zelf ook al tattoos, dus heb je die ook al zo jong laten zetten? 15? Ja, 15, 16 zoiets was ik met mijn eerste. Dat was op mijn rug, toen heb ik er nog op mijn bovenbenen en op mijn heup gekregen. En tijdens mijn opleiding heb ik er ook zelf op mijn bovenbeen gezet. Oh ja, dat is ook, ja. Hoort er ook bij. En wat is daar jouw, want ik merk toch wel dat mensen die eenmaal tattoos laten zetten een beetje verslaafd eraan raken. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Wil je dan uiteindelijk wil je een blauw pak, zoals dat heet? Of, Nou, ik wil wel aardig vol.
Ja. Ja. Mijn ouders, geen idee, want ze vinden het wel oké als ik maar netjes houd. Maar ik sprak net je vader Rob even kort en ja. Die zei ook al van, nou ja, in de familie heb je er ook al aardig wat gehad. Dus, klopt. Ook je moeder en die dan weer niet. Nee. Zowel mijn ouders als mijn broer hebben geen tatoeages. Oké, maar dat zijn dan gewoon andere neefjes en nichten ja, of zo? Oké. Tantes en ooms, dus Oké. Nou, dan moet je vader nog een keer zo gek krijgen. Ja, nog mee bezig. Maar het is eigenlijk best een heel klein apparaatje. Ja, zeker. Ik heb eentje op een accu. Zodat ik niet overal aan snoeren vastzit. Klaar hoor. Ja hoor. Ja? Doet het geen zeer? Nee? Vind wel, de eerste keer doet het al wat meer pijn. Want dan moet je er even aan wennen. Dat zijn de eerste 10 minuutjes en daarna zit je er wel lekker doorheen eigenlijk. Het is een soort tintelend gevoel of prikkelend toch? Ja, het is een beetje prikkelend en het voelt een beetje alsof je huid een beetje meetrilt. Maar voor de rest is het echt prima. Het is te verdragen, ja. Ja. Kon je niet piepen of... Nee, ja. Ik weet al hoe het is ook, dus dat maakt het ook veel makkelijker. Ja, ja. Er zijn geen verrassingen. Ja, er zijn natuurlijk wel plekken die wat pijnlijker zijn dan je bovenbeen. Ja, achter je oor of zo. Ja, dat heb je precies. Allemaal. Borstbeen. Ribbenkast, ja. En je mensen die een keer kennis willen komen maken bij jou of zo, die zijn altijd welkom. Of moet dat allemaal via de website? Ik kan altijd eventjes het liefst een telefoontje doen of een mailtje. En dan kunnen we afspraak maken om eventueel te kijken wat voor tattoo iemand wil. Of gelijk de tattoo te zetten. Wat ik me natuurlijk ook nog afvraag is van als kind van het verhuisbedrijf, jij gaat dus niet het verhuisbedrijf overnemen? Nee, dat gaat mijn broer worden, denk ik. Oh, was dat die ik net buiten zag? Is dat je broer? Ja, dat is mijn broer. Oké, ja, en is die betrokken bij de verhuizingen? Ja, die werkt in de verhuizing ook inderdaad. Dat is een mooi beroep, hè? Ja, zeker.